Als Lars dit soort dingen doet, dat het meestal fout gaat. Je moet gewoon in de trampoline naar de overkant. Vandaag gaan we de mini-tramp op zoveel mogelijk random plekken neerzetten. Je wilt hier in het water springen. Nee, je voelt je niet de geschikte kandidaat om het uit te proberen. Als je aandringt. Kan iemand even achterlaten in de comments hoe vaak ik me al heb uitgekleed in deze tuin? Ja. Het plan voor vandaag is eigenlijk best wel simpel. Wij doen de mini-tramp achter in onze auto, rijden naar een plek toe en gaan kijken wat voor random plek we kunnen krijgen. Hetgeen waar ik een beetje bang voor ben, ik heb echt al heel lang niet meer op deze manier salto's gemaakt. Ja, ik ben gewoon bang dat ik het allemaal kwijt ben. Ik kan het niet meer, denk ik. Het is alleen maar goed voor de content als het niet meer lukt. Als je het wel probeert, maar dat het zeg maar zodanig niet lukt dat je eigenlijk vol op je bek gaat. Eerste trick, wat wordt het? Laten we jou even lekker warm maken met een Vortex. Dat kan ik nog. Kan je dat? Ja, dat wil ik, dat wil ik wel even zien, Lars. Like deze video als jij denkt dat ik dat nog kan. En daarvan flippen. Oh, daar gaat Lars al. Dat was een vortex. Toch? Ik heb twee problemen gespot tijdens de eerste sprong. Probleem nummer 1 is, als je ver naar voren gaat, is het zand daar erg hard. Probleem nummer 2 is, als je niet ver naar voren gaat, is het hier het zand niet heel erg zacht. Dus eigenlijk is het zand gewoon hard. Ja. Het goal voor jullie is nu om dit te verbeteren. Oh. Ja, hoor. Ongelooflijk. Nou, weet je wat? Ik denk dat ik naar huis ga vandaag. Oh! Yes. Gast! Lekker hoor! Het lukte! Je deed het wel! Ik ben niet gevallen! Oh. Ik heb de Siyun Smooth X opgestuurd gekregen. Een super vette gimbal voor je smartphone. Naast zijn te gekke eigenschappen kan deze gimbal geheel schokvrij filmen. Nou, zoals je ziet, best wel smooth beelden dus met deze gimbal. Wil je wat meer over weten? Check hem even in de beschrijving. Zo, Mel, kom. De mini-tramp gaat naar de steiger nu. Nee, ik heb geen flipcheck tijd, Luca. Voor Luca's video moeten we allemaal een bellyflop doen. En mij leek het wel leuk om even een paar flips in het water te doen. Om te testen hoe warm het water is. Want wij gaan zo meteen de mini-tramp voor een sloot zetten. Om te gaan slootje springen met de mini-tramp. Dat is eigenlijk het idee van deze video. Ik vind dit soort dingen echt eng, hè. Met haaien en zo. Met... Ik heb altijd het gevoel dat er haaien om me heen. We gaan niet gelijk helemaal hergens op mijn buik. Eerst even kijken of het water koud is. Oei! Dat was niet echt een mooie duik. Je moet wel praten als je landt, want dan denken we misschien dat je dood bent. Ik kan dat niet, Lars. Als ik in het water spring, kan ik voor 20 seconden niet ademhalen. Ik ga ook een trick doen. In het water durf ik alles. Oké. Triple drop. Ja, nee. Exact. Je zei alles. Alles. Je zei alles. Bijna alles. 720 dive. Eerst even een trick doen. Lekker! Wat ben ik? Die was perfect! Wat ben ik? Ik was vergeten dat ik een trampoline had. Moet ik nu ook nog een bellyflop doen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh, die was goed! Ja. Die was goed, Lars! Kan je nog ademhalen? Dat bleef. Maar goed, jullie lachen nu wel. Maar jij moet een bellyflop. Ja. En jij moet een bellyflop. Melchior zegt net dat hij liever een frontflip naar zijn buiten dan een bellyflop. Ik denk bellyflop. Niet nadenken en gaan. Goal! Nee, joh. Gast! Dat is echt! Ik ga niet gelijk helemaal hergens op mijn buik. Ik ga je wel de credits geven dat dit de beste bellyflop is. Ja, 100%. 100% beste bellyflop. Nou, dank je! We zijn op een mogelijke locatie. Het is best toch wel moeilijk om een plek te vinden waar je een slootje kan springen met de mini-tramp. Ik denk niet dat veel mensen dat doen. Hier heb je een slootje en daar heb je ook in principe een afzetpunt. Dus dit is best een optie, denk ik. En wil je het anders eens een keer springen met een aanloop? Als je hem zonder trampoline springt, weet je zeker dat het niet hoeft. Oeh,
nice. Oh, dus haalbaar. Eng, ja. Ik denk dat het met een trampoline sowieso makkelijker is. Ja, dat hoop ik. Ik denk dat we even op zoek moeten naar een slootje waar de rand niet zo schuin is. We zijn even naar een volgende spot gereden en we reden hierboven op het dijkje. Oh, dat klinkt alsof ik een boerenvlogger ben. We rennen hierboven op het dijkje. Ja. We zagen deze sloot. Van boven en op camera lijkt dit niet zo ver. Maar Melk, kan je er eens naast gaan staan? Dit is echt ongelooflijk ver. Ik denk niet dat we hier overheen kunnen springen. Nee. Hier zijn we toen geëindigd en hier kan je best wel mooi zo met de trampoline. Wee! Daar naartoe. Je wil niet in het water landen. Ja, het is niet eens water, het is gewoon alleen maar groene prut. Het is een grasveld, toch? Het is een grasveld. Je kan er gewoon op staan. Nee. Steenpapier schaar doen voor wie gewoon rennend, nu rennend gaat springen. Ja, vind ik een goeie. Steenpapier schaar. Ja, jullie twee. Okay, jullie twee. Steenpapier schaar. Ja! Ja, 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 ja. Lars moet hem doen. Het is leuk, jongens. Want ik weet dat als Lars dit soort dingen doet, dat het meestal fout gaat. Aanloopje. En je moet toch weer hier afzetten, want dit gedeelte is helemaal schuin. Oh, gast! Lars! Holy shit, gast. Jij rende hard. Ik heb een lounge schoen. Kijk mijn schoen. Kijk mijn schoen. Oh, rip je schoen. Oh nee. Is hij echt zo ver? Het is echt best wel ver. Laten we de trampoline gaan neerzetten. Jongens, hoe meer ik hiermee bezig ben, kijk hoe ver dit is. Hoe meer ik het idee dat het fout gaat. Ook zo lijkt het echt. Daar staat die trampoline, hij kan het niet lager. Ik heb het idee dat wij misschien een beetje verkeerd ingeschat hebben hoe ver je kan springen met een trampoline vergeleken met hoe ver je kan springen normaal. Ja, je moet gewoon in de trampoline naar de overkant. Vanaf hier, daarheen. Wie gaat als eerst? Nog een keer Steenpapier schaar. Luca, wil je ook mee om het te... Oh, Luca, wat doe je? Zullen wij het doen? Ik denk dat Luca toch liever even aankijkt. Ja, dat is waar. Steenpapier schaar. Oh, jij? Ja, Melk moet als eerst. Ja. Ik denk dat ik het makkelijk haal met de salto. Ja, je moet ook met de salto. Je moet nu niet meer zonder salto gaan. Nee. Wilde je zonder salto? Ja, nee, dat had ik ook niet. Nee, ik zei toch dat ik het met wilde doen. Mocht je nou zitten te kijken en deze video nog geen like hebben gegeven, raad ik je wel aan dat nu eventjes te doen. Want we doen best wel insane shit op het moment. De sprong en alles is misschien niet spectaculair. Maar als het fout gaat, is het vooral spectaculair. En dat is eigenlijk de hele angst achter het freerunnen. Alles is niet per se altijd even moeilijk. Maar hoe sketchy dit is, bizar. 3, 2, 1. Je bent niet gegaan. Jij zou dit ook niet zomaar doen in één keer. Wedden? Oké, ik wil niet opscheppen nu, maar ik ga even kijken of ik het misschien durf in één keer. Hij moet gewoon zenden. Ja Lars, gewoon zenden. Wat nou? Yes! Woehoe! Die jongen die doet ook altijd weer wat ik niet verwacht, hè? Hé, wat was? Ik dacht, ik moet er gewoon voor gaan. Anders doe ik het niet. En toen ik me dat bedacht, deed ik het. Jongens, ik ben de enige die het heeft gesprongen. Nu wel, maar wacht 15 seconden. Oh, gast! Er zijn er twee. Ik stond nog niet klaar, je ging al. Ik zei toch 15 seconden? Ja, ik viel in het water. Oké, doe hem nu. Ja, easy, lekker hoor. Oh, nice! We zijn nu even aan het discussiëren of we niet deze sloot pakken. Maar die sloot, die is alleen denk ik een halve meter langer. Maar ja, iedereen landde echt hierop, dus het moet haalbaar zijn. Als je dacht dat het van net eng was, dan is dit wel zeg maar nog wel even een stukje enger. Ja. Heb je weer die praatjes om als eerste te gaan? Nee, ik ga dit ook niet doen. Nee, want jongens, serieus. Okay, net haalde ik het. Jullie halen dit. Maar ik kwam net al niet ver genoeg. Dit ziet er trouwens ook vet random uit. Heel weiland, zie je daar drie jongens en een mini tramp. 3, 2, 1. Go! Oh! Yes! Dat was zo eng. Ik rende ook helemaal verkeerd. Ja. Goed zo daar. Dikke respect voor Melchior, dames en heren. Holy shit. Tigo kan wel de eerste keer verder dan Melchior. Ah, dan ga ik er gewoon voor. Oh! Oh! Oh. Oh. Gaat ie? Zet ik in het water? Ja! Ja! Maar geen pijn? Nee, ik heb geen pijn. Oh. Oh, dat was super zacht. Dat was echt nipper nipper. Durf je hem nog een keer? Nee. Jongens, we moeten stoppen. Laten we gaan. Dit gaat niet meer goed. Ik vond het in ieder geval super awesome, mega vet gaaf en te gek dat we dit hebben gedaan. Het is een beetje extreem slootje springen. Ik raad niet aan het na te doen, want het kan ook heel fout gaan. Dat bij Tigo ging bijna fout.
Vond je deze video leuk? Geef even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Check ook de kanalen van Tigo en Luca. Zij hebben het ook weer even geflikt vandaag. En Melchior. Ja. Dank je, ja. Luca, wat doe je? Je mag niet wild rukken hier.